Een toetsenbord die niet je portemonnee laat huilen als je het aanschaft. En het ziet er nog mooi en alles uit. Och. Dan is dit misschien wel wat voor jou. De Dream Machines Dreamkey is een 80 euro mechanisch toetsenbord. Die er gewoon minimalistisch en best wel sick uitziet. Als ik heel eerlijk ben. Aan de bouwkwaliteit ligt het zeker niet. Want de Dreamkey maakt gebruik van een aluminium frame die echt super stevig is. Als ik tenminste druk zet op het toetsenbord, merk ik eigenlijk zo geen flex. En dat is nice. En de keycaps die ze gebruiken zijn ook van hoge kwaliteit. Namelijk de PPT keycaps. En ze hebben ook nog een licht textuurtje eroverheen. Zodat je handen niet gemakkelijk afglijden. En het voelt en het is allemaal gewoon best wel fijn. En ook heb je nog een verwijderbare USB-C kabel aan de achterzijde. En dat is gewoon fijn. Mocht je een eigen kabel hebben, kun je die hier zo erin wippen. Maar als we even teruggaan naar de PPT keycaps. Zul je dus een verschil zien tussen je normale keycaps. Namelijk, de print zit niet aan de bovenzijde, maar zit aan de voorzijde of onderzijde, net hoe je het ziet. En dat is best wel uniek. Dat zie je niet op veel toetsenborden tegenwoordig op de markt. En ik vind het persoonlijk best wel wat hebben. Maar mocht je de keycaps niet bevallen, kun je ze natuurlijk gewoon verwijderen en nieuwe keycaps inzetten als je wil. Het enige minpunt wat ik zou kunnen bedenken van het toetsenbord is eigenlijk gewoon de switches. Ze maken gebruik van kill, box, switches. Je kunt dus de white, red of de brown kiezen. Ik heb dus de bruin gekozen. En eigenlijk zijn het op zichzelf best wel keurige switches. En daar is op zich helemaal niks verkeerd mee. Want de kill boxes vind ik persoonlijk gewoon fijner aanvoelen dan de cherry mixes. En ze gaan ook nog zelfs 30 miljoen presses langer mee dan de cherry mix variant. Het enige nadeel wat het dan gewoon is met die switches is dat ze gewoon niet hot swappable zijn. Dus mocht jij een voorkeur hebben voor misschien Holy Pandas of weet ik het wat allemaal, dan kun je dat nog gewoon niet mee vervangen. Tenzij je natuurlijk een soldeerlegende bent, dan kan dat natuurlijk wel. Maar ik begin persoonlijk zelf niet aan dat soort zooi. Of althans, nu niet. Dus voor nu, de Killbox Browns. Ik vind ze eigenlijk, voor mij doen ze eigenlijk zo prima. En als we vervolgens naar de achterzijde kijken, zul je zien dat het vier rubberen voetjes heeft aan de onderzijde. Voor als je dus de voetjes hebt ingeklapt. En als je de voetjes uitklapt, zul je ook merken dat de uiteinden van de voetjes lichtelijk gerubberiseerd zijn. Oftewel, gaat het niet veel bewegen op jouw mousepad of op je bureau, wat fijn is. En helaas heb je maar één hoogteverschil. Dus als je dit uiteindelijk niet fijn vindt, of dit is te hoog voor je of te laag, dan zul je toch creatief moeten zijn in je oplossingen en misschien wat eronder moeten leggen. En ook heb je nog individueel aanpasbare RGB-verlichting. Dus elke toets kun je gewoon helemaal veranderen naar je eigen wens via de Dream Machines software. En dat is nice. Ook de Dream Machines software kun je allerlei verschillende modus oppakken. En dat is gewoon fijn. En het werkt eigenlijk best wel makkelijk als ik het heel eerlijk moet bekennen. Ook als je niet van software houdt, kun je ze nog on the fly veranderen via wat hotkeys. Dus die mogelijkheid heb je ook nog. Alleen één nadeel natuurlijk, omdat deze keycaps natuurlijk volledig zwart zijn en niet doorschijnend, is dat de verlichting met de standaard keycaps niet heel helder zullen zijn. Je zult alleen tussen de cracks hier tussenin verlichting zien en daar blijft het ook wel bij. Dus een zacht accentkleurtje ertussendoor zul je dus alleen hebben. En ja, nu gaan we dus even een soundtest doen. Hoe klinkt dit toetsenbord nou? Dat ga ik je nu even laten weten. Dus we gaan even de camera moven en eens even uittesten hoe ze klinken. Maar ja, wat vind ik nou uiteindelijk van de Dreamkey TKL? Om eerlijk te zijn, ik vind het echt super veel waard voor zijn geld hebben. Je krijgt PPT keycaps, individueel aanpasbare RGB verlichting, een aluminium frame, een verwijderbare USB-C kabel. Je hebt gewoon alles wat je maar zou willen. Behalve natuurlijk hot swappable switches. Maar om eerlijk te zijn boeit mij dat zelf eigenlijk niet zoveel, want ik vind de Killbox Browns al fantastisch.
Maar natuurlijk het andere feit heb je ook weer. Als er één switch defect gaat, zul je natuurlijk het hele bord moeten vervangen of een soldeerbout bij moeten pakken om het te verwisselen. Dus ja, hot swappable was fijn geweest, hebben we niet, is niet heel erg. Maar dat betekent nog steeds dat dit toetsenbord wel echt gewoon fantastische waarde voor zijn geld heeft. Voor maar liefst 80 euro. En daarom kan ik jullie ze ook zeker aanraden. En als je deze video leuk vond, zou ik het zeggen, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer en ik zie je allemaal weer in de volgende keer. Tot ziens.